Hallo dames en heren en welkom bij het Met een V-channel. Vandaag gaan we naar de autorij. We hebben al een trein gemist. Ik zie wat jij niet ziet spelen. Oké, okay, ik zie wat jij niet ziet en het is geel. Daar zie ik hem. Ja. Oké, okay, ik zie wat jij. Nee, niet ben jij. Huh? Jij bent. Ja. Ik zie wat jij niet ziet, het is groen. De blaadjes. Nee. Het gras. Nee. Jouw ziel. Oké jongens, het is nou 10:55. Nog een kwartier en dan zijn we in het station van de Rai. Dit is Harry, dit is Martijn, dit is Hugo, ik. Dit is Jesse, toch? Ja, hoezo toch? Zo van, ja, ik heb misschien zijn naam vergeten, dus ik zeg ja, toch. Misschien. Mag ik, anyway. Hugo heeft Alzheimer's. Nadat we klaar waren met het wandelen op een spectaculaire wijze, zijn we naar binnen gegaan bij ingang F. Dat was de hal waar alle ongelooflijke dure automerken stonden. Hallo allemaal, zijn we binnen bij de autorij. Kijk, een auto. Nog een auto. Auto's. Yay. Even op. Jongens, we hebben even een auto gekocht. Wacht, ik denk even keyless entry, volgens mij. Als iemand hier met de shuttle de boot rond moet, dan start die. Als iemand gewoon precies dezelfde auto heeft en dan... Nee, het moet wel op de auto, het werkt op de auto. Maar we zitten hier in. Fucking luxe. Yeah. We are here, Jack. Yeah. Jack. Yeah. Wacht even. 3, 2, 1. Jack. Jongens, ik wil naar Hoi, dat was een auto. Ik wil een auto, jongens. Dat was een fucking zware V8. We gaan naar de auto toe. Hoe V8? We konden de auto niet vinden en daarom besloten we om naar de volgende halte te gaan. Cactus, nu van 100% plastic. Ja, gewoon helemaal in het zwart. Hey, we gaan even testen of er een mens in de kofferbak past van een Citroën. Ja. Misschien krijg je een klein beetje problemen. Ja, niet meer. Ja, nou. Jawel, als je benen eraf snijdt. Ja, je moet wel uitkijken, want je bent waarschijnlijk dood. Dat is wel een klein. Als je zo'n Hugo? Oké, Hugo, jij gaat nu achterin. Ik ga, dit is mijn challenge voor vandaag. Ik ga achterin een Citroën proberen te komen. Ja, gelukt. Yes. Yeah. Nadat Hugo ook weer uit de Citroën was gekomen, was het tijd om naar de racehal te gaan. Jongens, tering goed nieuws. We mogen meer rijden. In een, of een Porsche, of een Lambo, of een Ferrari. Ferrari, of een Aston. Of een Aston. Ja, of een Aston. En waar ga jij voor? Citroën, maakt niet uit. Dus we mogen gewoon meer rijden. En ze wordt awesome! Yep. Jongens, dit is... Er staat een klein beetje spiegel bij. Maar goed, ik rij je dadelijk mee in een Aston Martin, jongens. Een Aston Martin. Dat kan niet iedereen zeggen, denk ik. Jongens, we hebben net een haarnetje gekregen. Zat vast, supergoed. Alleen, wij zijn dus 1 van de 12, jongens. 1 van de 12. Perfect. Het gaat gewoon. Dit is... Ik zie er veel beter uit. Ja, nee, dit is nog veel beter. Oh, jongens, zijn zo sexy. Ik ben het. Jesse, hij moet er ook bij. Prachtig. Iedereen was er klaar voor. En Jesse mocht als eerste meerijden in de Porsche. Oké, Jesse stapt in de voorste auto. Oké, Jesse rijdt voorop. Daarna was Henry aan de beurt in de Ferrari.
Daarna was ik aan de beurt. En Hugo Ros als laatste. Iedereen was geweest en daarom besloten we om wat te gaan eten. Nou, we hebben net gegeten en we gaan dan weer verder met onze geweldige tour. Ik durf niks tegen ons te zeggen van kom eruit. Hallo. Want er liep naast toen en draaide hij meteen rond van laat het maar. Ik wil hem echt zo graag aanzetten. Doe dan. Nee! Goed, als je het zegt dat, dan ben ik gewoon echt meteen weg. Die mooie glimmende knop. Start, stop, engine. Nee gast, als je dat gaat doen, dan moet je het wel echt met een fucking dikke auto doen, anders is het niet waar. Ah. Jullie willen erin? Okay, zo. Ja, maak er alleen, want... Nee. Je douche. Niet vechten. Hey. Ik heb geen zin in. Ga even lekker zitten. Dit is best wel sick radio. Even kijken. Hallo, wij zijn klaar met de autorij en Harry. Oh, ik wou net zeggen, Harry is al weg, maar Harry is niet weg. De trein, het meest verzijdige stukje transport. Jongens. Bedankt voor het kijken. Laat eens even een like en een subscribe achter, want dat is gewoon cool als je dat doet. En ja. Ja.